Hallo lieve mensen van de MadBed groep, van YouTube, daar zet ik het ook op, van mijn andere kanalen op Telegram en op Facebook. Dit is een speciaal ingelast filmpje, helemaal spontaan bedacht net. We hebben niet zoveel mensen nu live, want ja, als je het niet aankondigt, dan weten jullie het natuurlijk niet. Ik heb een MadBed en Healing Centrum groep op Telegram. En daar zijn al heel veel mensen lid van geworden. En daar zijn ook heel veel vragen. En ik ga het nu ga ik een aantal vragen behandelen die ook op YouTube naar voren kwamen. En die niet in het filmpje met Harriet naar voren kwamen. Als ik een filmpje met Harriet maak, dan zoals het MadBed filmpje, waar eigenlijk wel heel erg gelijk. Maar maak ik een filmpje met Harriet, dan laat ik Harriet ook praten. En dan, als ik het soms niet eens ben met haar, want we hebben ook wel verschillen, dan ga ik dat niet live in een filmpje voor hey zeggen. Dat doen we niet. Het is juist authentiek dat wij ook verschillen hebben. Dat is heel belangrijk. En dat is ook heel mooi. Nou, op de MadBed groep, op Telegram. Lieve leden, ga alsjeblieft geen handjes, geen hartjes, geen doe het of je doet het onder een bericht. Ik heb een bericht geplaatst, dan kan je dus onder zo'n reactie even een icoontje doen. Maar doe niet een los icoontje, want we hebben nu al 1300 mensen op de groep en als we alle 1300 dat doen, dan sneeuwt alles onder. Dat is ook waarom ik dankjewel, hallo, welkom en oh, wat fijn deze groep. Haal ik allemaal weg. Niet omdat ik jullie niet leuk vind. Ik vind het fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Alleen ook, dan hebben we gewoon soms 20 berichten achter elkaar met hallo, dankjewel, oh, fijn om in deze groep te horen. Ja, ik begrijp dat je dat graag wilt. Alleen dat is ruis op de groep en dat helpt niet om de groep overzichtelijk te houden. Op Telegram hebben wij, als je in het balkje bent, dat is op de laptop en de telefoon gelijk. Als je in het balkje bent, dan zie je op een gegeven moment rechts moet ik zeggen, zie je dat daar vastgezette of gepinde berichten zijn. Als je daarnaar kijkt, dan kan je een heel rijtje hele belangrijke berichten zien. Ook filmpjes of posten of uitleg wat ik of Rick heeft gedaan. Heel belangrijk. Vanaf dat ik vrijdag de groep maakte, waren er een aantal vragen. Ik ga nu een aantal van die vragen beantwoorden. Een van die vragen die ik recent kreeg, eigenlijk krijgt Harriet die. Dat vind ik eigenlijk wel handig. Want, nou, Harriet, jullie denken dat Harriet hoofdmoot is. Nou, fijn. Dan hoef ik die verantwoordelijkheid niet te dragen. Nou, ik weet niet waar Harriet haar bronnen vandaan heeft. En jullie vragen het niet aan mij. Dus dan denk ik, nou, prima. Geen idee. goed. Flauw, hè? Ja. Maar dan willen jullie wel antwoord op, lijkt mij. Nou, Harriet doet heel veel digitaal onderzoek. Digitaal onderzoek betekent Alex Collier, Skyprints. Elena Denaan luistert ze veel naar. Al dat soort dingen. Dus zij kijkt, luistert en ziet. En wat Harriet heel goed kan, is analyseren. Is datgene eruit filteren wat belangrijk is. En wat doe ik dan? Ja, daar vroegen jullie niet naar. En het is, dat heb ik geleerd in de afgelopen jaren. Datgene wat niet gevraagd wordt, daar hoef je ook geen antwoord op te geven. Ja. Vorige week gaf ik lezing in Woubrugge. En wat deed ik toen? Ik heb het voorbeeld gegeven van Marco Borsato. En waarom die uit het beeld verdwenen is. Ik kom er zo op wat dat met mij te maken heeft. En die is uit beeld verdwenen. En iedereen zegt, ja, maar dat kwam omdat hij aan die pubermeisjes kwam. En tup, 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 tup. Oh ja, is dat zo? Dat zou kunnen. Want dat is wel onderdeel van de kabaal, dat weten wij. En dat hij zo groot geworden is vanuit de playback show. En zijn moedertje ook.
Kijk, dat is heel logisch, maar dat krijg je niet zomaar. En hij was het gezicht van, ja, precies, War Child. Stel je nou voor dat Marco een aantal hele belangrijke dingen heeft gezien, waarvan hij denkt, ja, maar dat kan mijn hart helemaal niet meer verdragen. Het kan wel allemaal zo zijn, maar ik heb zelf van die kleine kinderen. Hoe kan ik nou achter zo'n organisatie als War Child staan? Stel je voor dat hij zijn hart wou luchten en dat dat niet mocht en dat hij daarom uit het publiek is gehaald. Goed. Toen zegt iemand tegen mij, ja, maar dat hebben ze met Michael Jackson en dat hebben ze met die en met die en met die ook gedaan. Ja, ik zeg, maar daar gaat het dus niet om. En nu komen we op mijn stukje. Ik ben ervoor om de berichten hier uit Nederland te halen. Dus wij hebben hier, als ik een voorbeeld noem van Marco Borsato, uit het publiek gehaald, lid van de vrijmetselaars van de kabal. Waarom zou ik dan nog een Amerikaanse ster aan gaan halen? Want dat is overzees. Dat is ver weg, is niet grijpbaar. Als het moet, kan ik zo naar Marco Borsato gaan en een kopje koffie met hem gaan drinken. Ik kan niet naar Amerika en een kopje koffie gaan drinken met Michael Jackson. Want daarvoor moet ik al naar Amerika toe. En dat is ook wat ik jullie op het hart wil dragen. Natuurlijk kan je Elena Den Haan kan je aanvoeren als bron. Je kan al die buitenlandse sterren kan je aanvoeren. Maar je kan met mij gewoon koffie drinken. En dat vind ik wel een hele mooie. Eigenlijk ben ik heel mooi anoniem. En wordt mij niet vaak gevraagd waar ik mijn bronnen vandaan heb. Dat is handig, hè? Juist, ik heb het inderdaad ook nog niet gezegd. Maar stel je nou voor dat je gewoon een Friese Nederlandse dame hebt. Nou ja, sommigen denken dat ik een mannetje ben. Ik heb mijn moeder nog eens gevraagd, hoe kwam ik eruit? Nou, je was echt een meisje, zei mijn moeder. Dus ja, dat is dan ook gedebunkt. Ja, ik heb blauw aan. We hebben niet alleen Jomanda in Nederland. Waarom zou je mij niet als een channelaar kunnen zien die hier in Nederland is? Ja, maar dat is veel te dichtbij, Klaske. En jij bent veel te aanwezig. Ja, en je bent ook nog commercieel. Oh ja, Janine is niet commercieel. Nee, goed, daar hebben we het dan straks nog even over. Ik heb het straks ook over de MedMed. Ik ga al jullie vragen beantwoorden. Waar krijg ik die informatie vandaan? Wat denk je van een lijntje met de Alliance? Daarvoor heb je een Michelle Fielding niet nodig. Daar hebben we in Nederland gewoon een Lumeria voor. Of mag ik dat niet zeggen? Is dat veel te. Moeten we Calvinistisch zijn en zeggen: nee, al dat goede komt van ver. En dat is wel heel fijn dat ik dus gewoon met Harriet filmpjes maak. Dan denken jullie dat Harriet alle wijsheid heeft. Nou, dat heeft ze ook. Daarnaast ben ik er ook. Goed. Met bed. Ja, nu kan ik wel vragen gaan beantwoorden. Maar geloven jullie mij? Nou, vertel eens. Jullie zijn hier. Wie is de eerste die een vraag stelt? Doe maar. Het mag. Kijk, op donderdagavond doe ik met de ambassadeurs, die betalen daar dus voor. Die hebben elke donderdagavond zo'n Zoom. En dat is heel leuk ook, heel gezellig. En daar hebben we afgelopen donderdag ook al heel veel mee besproken. Nou, wat doet een MedBed? Mag je er één keer in? Ja, zegt Harriet. Nou, Harriet, leuk dat je dat zegt. Alleen ik denk daar anders over. Ze hebben die MedBeds niet gemaakt voor eenmalig gebruik. Ik kan me de context wel begrijpen waarin Harriet dat zegt. En als jullie gewoon ook nadenken, dan zou je dat ook kunnen bedenken. Soms is het ook heel logisch waarom je nu maar één keer in een medbed mag. Er zijn over de hele wereld een aantal medbeds. En voor ieder land is er wel genoeg. Genoeg om binnen een jaar de hele bevolking van dat gebied de kans te geven om in een medbed te gaan. Dus als jij de kans krijgt om in een medbed te komen. En je hebt nagedacht, wat wil je? En ja, alles mag, hè? Alles mag.
dan is dat voor dat moment even de eerste en enige mogelijkheid. Pas wanneer iedereen geweest is, of het moet heel ernstig zijn, dan krijg je weer een beurt. Dus, met andere woorden, er zijn mogelijkheden dat je vaker in de medbed kan, maar ieder sneetje in de vinger, daar is het niet voor. Ieder verkoudheidje is het niet voor. Wat ook de bedoeling is, stel je voor je hebt last van hatva. Er is in de Germaanse geneeskunde ook een tegenhangende van. Goh, waarom heb jij hartfalen? Wat is er in jouw hart, in jouw hartchakra, in jouw gevoel? Wat is er gebeurd dat het jou zo de kracht in je leven ontneemt? Nou, dus naast medbed wordt er ook gesprekstherapie gegeven. Alleen anders dan in alle GGZ-instellingen. GGZ-instellingen hebben per definitie één vooruitzicht. Ja, zei een deelnemer. Ja, nee, maar GGZ doet ook hele goede dingen. Ze hebben, want we hadden net verteld dat hij een hele goede verdienmodule voor de GGZ is. Nee, ze doen echt heel goed werk. Ja, ze hebben net een heel nieuw traject voor me gemaakt. Ja, zegt een andere deelnemer. Dus een nieuwe verdienmodule. Als ik dan hoor dat iemand een burn-out heeft en al 2 jaar bij de GGZ loopt, terwijl met andere technieken je binnen een aantal sessies eruit kan zijn. En je kan eruit zijn als jij dat wilt. Er zijn ook heel veel mensen die vinden het heel fijn om gewoon even in die burn-out te zitten. Om even die 2 jaar niks te doen. Want ik begrijp dat, want de maatschappij is echt ontzettend zwaar. Zeker de afgelopen 4 jaar zijn we vergeten dat het 4 jaren alweer van martelingen zijn. En ja, maar Klaaske, dat is nu over. We hoeven geen mondkapjes op, we hebben geen restricties, we hebben geen avondklok. Maar als ik dus in de titel zeg medbed vragen beantwoord, dan word ik wel op YouTube geshadowband. Dat is met mijn andere filmpje ook gebeurd. Harriet zei, het is gewoon niet terug te vinden behalve door de link. Dat betekent dat je door YouTube gecensureerd, geshadowband bent. Dat willen ze niet, dat dat in openbaarheid komt. We leven dus nog niet in volledige vrijheid. En daar zijn een aantal oorzaken voor. En een van die wegen naar vrijheid toe is die medbed, dat jij volledig in vrijheid kan leven. Ja, maar het is niet voor cosmetische doeleinden. Waarom niet? Hoor ik op een van de groepen. Waarom niet? Waarom zou het niet zo zijn dat ik zo. Ik vind mijn nepbril veel leuker. Misschien hou ik mijn bril wel, maar ik wil wel mooi lang haar. Daar voel ik me beter bij. En gewoon wat kilootjes minder. Nou, dan ben ik in mijn ego bezig, zegt men dan. Hoezo? Het kost de medbed niks meer of minder energie. Dat zij mij gaan transformeren naar mijn perfecte werkelijkheid. Misschien wil ik prinses Elsa wel worden. Inclusief jurk. Fantastisch. Wat wel de bedoeling is, is dat je dus gaat kijken naar de psychische oorzaak. Waarom heb ik dit gewicht? Waarom heb ik een bril? Waarom heb ik scheve tanden? Al dat soort dingen. Dat is wel belangrijk dat je niet denkt van, ah, nou ja, oké. Ik eet elke dag Marsen en McDonald's en ik koop met pakjes en zakjes. En ja, dat ik dan diabetes heb gekregen en schildklierproblemen en dat ik 180 kilo ben. Ik kan ook niks aan doen, maar zo'n medbed lost dat op. Nee, dan heb je het mis. Dan ga je dus eerst in een traject om te leren gezond te leven. Je lichaam weer gezond te krijgen. En als hulpmiddel, als einddoel, heb je dus dat medbed. In plaats van dat je dan een maagverkleining krijgt, ga je eerst met een team, ga jij echte kookkunsten leren. Wat heeft je lichaam nodig? Die heeft geen Mars of Snickers nodig of Red Bull. Dat heeft het lichaam helemaal niet. Alleen jouw geest, als jij niet jouw onderliggende oorzaak daarvan gaat aanpakken, wat was jouw gebrek aan liefde? Bijvoorbeeld. Suikerziekte.
Dus daar zit ook de uitdaging voor ons allemaal om te gaan kijken wat wil een ziekte ons vertellen. Daarom is die Germaanse geneeskunde, Daniel Derweduwen, we hebben Miep, hoe heet ze? Kom, zet maar even in de chat. Tani Koens doet ze heel veel mee. We hebben Christiane Beerland, is al overleden. Ik ben geloof ik 10 jaar geleden nog een keer naar een lezing van haar geweest. In dat jaar is ze ook overleden. En toen heb ik gezien hoe zij dat boek schreef. Ze heeft dat uitgelegd. Ah, toen begreep ik dat heel anders. En het is dus heel belangrijk om de oorzaak, de psychische oorzaak van wat jouw lichaam mankeert, om dat ook te herstellen, om dat te erkennen. En ik had ook mensen die zeiden, ja, maar je kan gewoon nu al, als je gewoon positief affirmeert, dan kan jij een jong lichaam krijgen. Ja, daar heb ik de kwantumactivatie ook voor. Alleen wat is het toch handig dat je, het mag ook makkelijk hè, dat je al die psychische dingetjes wel bent doorgegaan en dat jouw leven na zo'n bedbed, dus je gaat ook bedenken, hé, wat wil ik allemaal? Waar wil ik naartoe? Niet ervan af. Als je dus, ik ben er niet voor om al jouw ziekten en kwaaltjes te benoemen. Dus mijn lichaam laat mij soms weten dat het astma heeft. Dus wat benauwt mij dan zoveel? Waardoor gaan mijn longen in een verkramping? En als ik dat weet, dan ga ik ook zeggen, mijn longen. Ik wens dat mijn longen in vrijheid zijn. Nou, door affirmaties en ander leefpatroon is dat al voor een groot gedeelte gelukt. Dan hadden wij de vraag, ja, maar PTSS, dat kan niet opgelost worden door een medbed. Amahoela, tuurlijk wordt het opgelost door medbed. Iemand zei ook nog op Facebook net een hele goede opmerking. Jullie hebben het niet gehad over de verslavingen. Verslaafd aan aandacht door slachtofferrol. Dat is ook een verslaving. Op mijn medbedgroep wil ik ook absoluut geen klaagzang. Dat is niet omdat ik jou niet erken in de ellende waarin jij zit. Het is voor mij belangrijker dat jij een doel gaat maken. Waar wil jij naartoe? Dus als jij gaat benoemen, ik wil niet meer pijn hebben. Ik wil geen last meer van mijn schildklier. Ik wil geen last van diabetes. Ik wil. Dan heb je dus eigenlijk, want het universum, en daar heb ik donderdag de masterclass een manifestatie voor, daarin leg ik dit ook een stuk uit. Als jij dus dat gaat benoemen, bevestig je nog eens een keer dat je het aan de schildklier hebt, dat je suikerziekte hebt, dat je het aan de lever hebt, dat je zo ernstig verslaafd bent. Dus als je gaat bedenken waar je naartoe gaat, een gezond lichaam, vrij van alle beperkingen. Betekent dat ook dat als jij van dat medbed afstapt, dat jij vrij bent van alle verslavingen die er maar zijn. Verslaving van Coca-Cola, verslaving van sigaretten, verslaving van alcohol, van drugs, van slachtofferrol. Daar is ook een verslaving in. Het is dus heel belangrijk om te kijken waar, naar welk positief beeld ga je naartoe. Niet waar je van af wilt, want dat heb je al. Dus waar ga je naartoe? Welk positief beeld ga je naartoe? Is het voor jou belangrijk om je eigen tanden weer te krijgen? Of zeg je nou echt, dat heb ik allemaal meegemaakt. Alles wat een medbed kan helemaal, mijn gebitsprothese blijft. Ik heb eigen tanden nog. Alleen kan het voor iemand anders zijn van, oh wat fijn dat ik weer gezonde, mooie tanden krijg. Dat kan allemaal. En dat is voor iedereen anders. Dus als je psychische uitdagingen in je leven hebt, horen jullie ook welke woorden ik niet gebruik? We hebben geen problemen. We hebben uitdagingen, situaties en avonturen. Dus alles wat je benoemt, wat je niet meer wilt, Miep Gies. Ja, dank je Thea. Alles wat je benoemt, wat je niet meer wilt, van oh, ik wil niet meer hoofdpijn hebben, ik wil geen migraine meer hebben. Die woordjes niet en geen, dat horen ze niet in het universum. Dus wat heb je dan?
Ik ben vrij van migraine. Als ik in een medbed ga, dan ben ik vrij van migraine. 5 weken na je medbed heb je migraine. Jeetje, zeg je dan. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik heb dat medbed gehad en ik ben vrij van migraine en al heb ik weer een migraineaanval. Wat heb je in die 5 weken gedaan? Wat voor eten heb je gehad? Heb je gezond gegeten of heb je juist eten gehad waar jij allergisch op reageert? Ja, maar we eten altijd aardappels, vlees en groenten. Nou, is er een categorie mensen die zou zeggen: ja, maar dan moet je geen vlees meer eten als je in een medbed bent geweest. Nou, ik blijf wel vlees eten. Met veel groenten en geen aardappel. Behalve als ik stamppot maak. Dus, als je na zo'n medbedbezoek, dat is niet een voorwaarde om altijd gezond te blijven. De voorwaarde is dat jij daar iets aan gaat doen. Ik had net ook een opmerking over dementerende. Stel je voor dat die dementerende ervoor gekozen heeft om af te sluiten in zo'n traject. Dan is het ook belangrijk, in alle gevallen is het belangrijk, wat is de oorzaak van de ziekte? Waarom heeft de persoon deze ziekte uitgekozen om als een kristal op het pad te verschijnen? Is altijd een reden voor. En het verschil, als we het dan even hebben over dementie en Alzheimer, daar zitten verschillen, een heel wezenlijk verschil. Niet alle dementie is Alzheimer en niet alle Alzheimer is dementie. Dementie is de trauma's uit het verleden in het lichaam nu, in de menselijke ervaring nu, verwerken. Zodat wanneer je je menselijke lichaam te rusten legt, jij als ziel heel snel verder kan. Dus dat is het herstel van het verleden. Dat zal, heb ik 10 jaar geleden al aangekondigd, dus over 40 jaar bestaat dementie niet meer, want jullie zijn nu al bezig om alle trauma's, alle gebeurtenissen, om schaduwwerk te doen. Dus over 40 jaar heeft de hele mensheid heeft schaduwwerk gedaan. Hoe ik daaraan kom, vertel ik jullie straks. Dan hebben we Alzheimer. Alzheimer is de angst voor de toekomst. Letterlijk vallen er gaten in je hersenen. Dat heeft ook met voeding te maken en dat heeft ook met andere chemische toevoegingen te maken. In principe is Alzheimer de angst voor de toekomst. Hoe komt het in de toekomst? Mensen met Alzheimer, ik heb veel met Alzheimer en dementerende gewerkt. Ik heb heel veel beroepen gehad. Ik heb dus heel veel ervaringen mogen opdoen. En ik heb zelf niet actief met gehandicapten gewerkt, maar die heb ik weer in mijn privéleven veel gehad. Dus ik heb van allerlei ervaringen mogen ontvangen in dit leven, waardoor ik inzichten heb gekregen. En dat is een van mijn bronnen. Ervaringen. Alzheimer is dus de angst voor de toekomst. En mensen met Alzheimer zijn vaker wat agressiever dan mensen met dementie. Die hebben wel eens een uitbarsting. Alleen mensen met de angst voor de toekomst, die hebben ook angst om op te staan. Of angst om iets te gaan doen. Met dementie hebben ze het al gedaan. Met Alzheimer zou ik eerder een medbed nog kunnen zien dat het helpt, omdat die angst voor de toekomst weggehaald wordt. Dan, ik kan me een cliënt herinneren, een hele zelfstandige man, die waarschijnlijk ook wel heel veel wist van wat er allemaal achter de schermen gebeurde. En die man zag zijn lichaam aftakelen. Had niks en niemand meer om zich heen. Zijn ex-vrouw kwam nog wel eens helpen. Ik kan me voorstellen dat hij bang is om de toekomst binnen te gaan. Maar dat is geen dementie. Dementie is echt dat je, herinner ik mij een cliënt, bedlegerig, met z'n tweeën gingen we altijd deze mevrouw verzorgen.
De ene aan de ene kant van het bed en de andere aan de andere kant van het bed. De ene deed de handelingen, de andere praatte en knuffelde met haar. Nou, en dan konden de meest gekke dingen konden daar voorkomen. Hele grappige dingen. Oh, pas op, pas op, daar komt een stuk op. Ja, helemaal. Ach, je hebt... Wat gebeurt? Uit het niets, hè? Uit het niets. En moesten lachen en dan gingen we er ook wel weer in mee. Van, oh ja, ach, ja. Maar die vaart wel verder. Kom maar. Op een gegeven moment kwam ik bij haar. Ze was helemaal uit haar hum. En lieve mens, ik deed op dat moment de verzorgende IG-opleiding. En nou, ik kom bij die mevrouw. En ze was gewoon ze was niet de lieve schat die we hadden. En dus automatisch, hè, draai naar om en dan ligt ze in je echt heel knuffelen. Dat deden we altijd. Ze heeft me. Nou, ik voel het nog. Ik ging dan met haar knuffelen en dan gingen we wang aan wang. Ja, echt waar. Kon toen nog. Gingen we wang aan wang en wat deed ze? Ze beet me in mijn wang met haar kunstgebit. Wow. Dat heeft echt een hele tijd zeer gedaan. En waarom? Zij dacht dat ik de meester was. En ik in de tegenstem zitten. Nou, toen hebben we haar weer rustig gekregen. Maar ik had echt wekenlang het zeer bang. Kom ik, want dan moet je reflectieverslagen doen. En met je stagebegeleider. En dus zit ik daar. En ik had ook bij een cliënt had ik met honing gewerkt. Die wou altijd honing in zijn buikkatheter. Nou, zei de stagebegeleider, zoek jij dat dan maar uit, wat dat allemaal voor gedoe is, want dat is allemaal alternatief. Nou, had ik een heel werkstuk gemaakt dat de Universiteit van Leiden daar onderzoek naar had gedaan en dat het allemaal nou, heel goed was. Dus we hadden dat reflectieverslag en de mentor en de begeleider die komen binnen en ik geef ze, jullie weten hoe ik ben, ik geef ze heel enthousiast dat werkstuk. Ja, zeiden ze, dat is precies waar we het even met jou over willen hebben. Is van wat doe ik nou verkeerd? Ik moest een werkstuk maken, ik geef het jullie. Wat doe ik nu verkeerd? Ik heb geen flauw benul. Ik had af te wachten totdat de mentor of de stagebegeleidster mij ging vragen of ik nog aan het werkstuk had gedacht en of ik dat klaar had. En als ik het klaar had, dan was het aan hun om aan mij te vragen: wil je het dan aan ons geven? Want hun filosofie was de volgende: dit doe jij ook bij cliënten. Dus jij moet afwachten tot de cliënt jou een hulpvraag gaat doen en dan mag je hulp verlenen. Ik had net die mevrouw had ik geholpen. Dus ik zeg tegen haar, zullen we dan even naar die cliënt? Ik zeg, deze casus, bedlegerige mevrouw, komt niet uit bed, is dementerend. Wij gaan daar een aantal keren met twee personen, gaan we daar verzorging geven. Deze mevrouw kan het niet meer onder woorden brengen, woont zelfstandig in haar huis met verpleging. Dus ik zei, wij moeten van die mevrouw moeten wij verwachten dat zij ons gaat vragen: zouden jullie mijn luier willen verschonen? Zouden jullie mij willen voeden? Zouden jullie. Dus ik zei, dat lijkt de bedoeling. Ja, dat was zo. Oh, ik zei, dus ik zei, dan is ze met 3 dagen dood. Want ik zei, dat kan ze niet. Ja, zo ging ik niet slagen voor de verzorgende IG. Nee. En dat met die honing was ook allemaal lariekoek. Jaren later werk ik in een verzorgingshuis. Wat wordt er bij mensen met wonden gedaan? Honing en buikkatheters. Nou, dus. Dat is dementie. En dit is meer dan 20 jaar terug dat ik die IG-opleiding deed. En dit is nog steeds zo, hè? Dit is in onze maatschappij nog steeds de norm. Er wordt pas zorg verleend, hulp verleend, wanneer jullie erom vragen. Jullie weten dat ik een zoon met autisme heb. Is daar een medbed ook voor? Ja, als hij dat wil, wel ja. Maar misschien vindt hij zichzelf wel helemaal normaal. Is het dan nog de bedoeling dat ik tegen hem ga zeggen: ja, maar je gaat dat medbed wel in, want ik wil nu gewoon een normale
Het kan best wel zijn dat jullie je zegt, jullie kennen hem. Nou, mam, leuk zo'n medbed. Ga nu een vrouwtje worden. Ook dat kan. Met mooi lang haar. Zusje van Elsa misschien. En van harte gefeliciteerd, Irma, die zegt dat haar man jarig is. Talenten kom ik zo op, Thea. Dus alles is mogelijk wat jij wenst, wat jij wilt. En in de zorg, onze Julius ook, we kwamen 15 jaar terug, kwamen we op een gegeven moment bij een psychiater. En ja, wat kunnen we verder voor jullie doen? Dit is de diagnose, alstublieft. Nou ja, Peter en ik zeiden ook van, ja, wij weten niet wat er mogelijk is. Ja, jullie zeggen het maar. En dan gaan we kijken wat mogelijk is. Ja, maar wij zeiden ook, als wij niet weten wat jullie te bieden hebben, hoe moeten wij dan kiezen wat goed voor onze zoon is? Daarvoor komen we toch bij jullie? Ja, zo werkt het niet, zegt ze. En ik weet van de GGZ en van andere instellingen dat het nog steeds zo werkt. Jij moet vragen en dan maken ze een plan. En jij moet dus uitzoeken wat goed is. Nou, we hebben op een gegeven moment zelf uitgezocht dat de geef me de vijf van Colette de Bruin heel goed werkte. Nu weten we waarom. Dat is pure NLP, Neurolinguistisch Programming. Tuurlijk werkt dat. Dat was hem ook. Dus wees je daar ook van bewust dat jij zelf in de hand hebt wat er met jouw lichaam gebeurt, wanneer en of je dat wilt. Mijn man had een zeer zwaar gehandicapte broer. Hoe weet je of deze man überhaupt in een medbed wil? En zou dat bij de ziel passen? Want die ziel heeft. Jongens, kijk mij daarom staan, want dan krijg ik ook een commentaar op. Waarom staan jouw filmpjes nou op die medbedgroep? Nou, omdat er ook heel veel mensen zijn op die medbedgroep die mijn filmpjes als zielen hun leven op aarde gaan leiden. Het filmpje over miskramen, abortus en IVF. Een filmpje over zelfmoord, euthanasie en karma. Die staan ook op de groep. Daar heb ik ook iets over verteld. En hoe kan je voor een ander beslissen dat hij in een medbed kan? Petersen broer was echt ontzettend gehandicapt. Daar kon je mee communiceren, niet mee praten. Maar als je goed je best deed, kon je met hem communiceren. Hij kon niet zelfstandig eten, hij zat in een rolstoel, hij kon zich niet zelfstandig voortbewegen. Nou, heel zwaar dus. Een hele grote lichamelijke beperking. Maak je zo iemand gelukkig als je die in een medbed stopt? Ik denk wel dat in de toekomst veel minder van deze zware gehandicapte mensen geboren zullen worden, omdat wij als ziel en als zielengroep hier op aarde en als aarde in die transformatie zitten. En dan hoeft die meester niet meer in zo'n beperkt lichaam. En voor ieder mens die een beperking heeft meegenomen, voor ieder mens stelt dat je daarvoor dus een beslissing hebt genomen hoe jouw lichaam eruit ziet en waarom die als beste is. Ik hoorde ook een reactie van een lieve, die ken ik persoonlijk ook. Nou, zegt ze, ik laat mijn dochter eerst gaan. Dan denk ik, toen nou even. Je mist je onderbeen. Moederliefde. Ik zei, ik denk dat jouw dochter samen met jou uit de medbedbehandelkamer wil lopen. Lopend samen. Elk met twee benen. Lief, hè? Dus lieve schat, ik krijg gewoon weer een onderbeen. Dan kan je gewoon weer lopen. Dan mag je gewoon 30 jaar jonger zijn. Dan ga je gewoon gezellig met je dochter, ga je heerlijke wandelingen en fietstochten maken. Ik weet dat ze dat mooi vinden. In plaats van met de scooter. Dus, die hele, nee, Mirjam Mulder zegt dat ook. Die hele zware ziektes komen straks niet meer voor. Dat is klaar. Dat is de transformatie waar wij nu in zitten. PTSS wordt eruit gehaald. Hoe lang duurt het als je zo'n medbedbehandeling hebt gehad, dat je dan beter bent? Waarvoor zit je in zo'n medbed? Als je van die medbed afkomt,
Dan ben je prachtig zelf. Dan ben je klaar, genezen. Dan loop je gewoon de kamer uit. En ik denk dat we dan allemaal instructies krijgen hoe wij op een gezonde manier kunnen leven. Ik heb deze groep gemaakt, de MedBed-groep op Telegram. En ben ik er vol van overtuigd dat de 17e Sky Prince een MedBed-behandeling gaat. Dat kan heel goed. Het kan ook heel goed zijn dat het nog even duurt, want ik denk dat daar een aantal voorwaarden voor zijn voordat het aan het grote publiek wordt getoond. En het is dus ook de bedoeling dat een select aantal mensen die krijgt dus, zodra die medbeds operationeel zijn, krijgen die de toegang tot de medbeds. En als je oorlog, burgeroorlog wilt veroorzaken over de hele wereld, dan laat je het gewoon in één keer gaan. Dan heb je overal IBS en iedereen blijft binnen en iedereen gaat. Die tijd hebben we gehad. Dat gaat niet gebeuren. Dat is aan ons voorbij gegaan. En wees blij. Wees blij. Dat is echt niet handig. Een van de talentjes die ik nu en in al mijn vorige levens had, is dat ik heel goed in tijdlijnen kan kijken. Dat betekent ook dat tijdlijnen, zoals jullie het plaatje achter mij ook zien, je hebt altijd keuze van de ene weg of de andere weg. En ik kan dus wel zien dat er bepaalde wegen zijn die vanaf nu, van elk moment, zijn er nieuwe wegen. En het is voor het geestesoog wat ik heb, is het op dit moment, in het hier en nu van dit moment, kan ik zien welke weg er voor ons openstaat. Wij als mensen, menselijke ervaringen, maken de keuze. Onze zielen zijn de operators en onze menselijke ervaringen zijn de avatars. Wij maken met ons allen de keuze welke kant we op gaan. En het betekent ook dat die medbeds met een IBS, met alle militaire hulp, dat was dan 2 jaar geleden gebeurd. En het gebeurt nu niet meer. De medbeds wel en de militaire hulp wel, maar niet dat alles in één keer gebeurt. Het gaat langzaam. Dus er zullen in onze maatschappij op een gegeven moment mensen verschijnen dat je denkt van wow. Net als dat we met behandelingen hebben gezien dat we dachten wow, wat is die oud geworden. Zullen we zometeen ook mensen tegenkomen dat je denkt van oké. Wat voor drankje heb jij gehad? Dat Andrenne dinges gedoe, dat was het toch niet meer? Hoe kom jij zo jong? Of iemand die genezen is van nierfalen of van whatever. Dus heel langzaam wordt het uitgerold. Het is dus ook niet de bedoeling dat wij een IBS krijgen. Het is de bedoeling dat wij individueel, want ze hebben al onze telefoonnummers. Stel je voor, je hebt geen mobiele, geen smartphone. Is helemaal, dat hoeft helemaal niet, hè? Want ze kunnen dan ook, stel je voor, je hebt geen smartphone. Je hebt wel een vaste lijn, maar je weet, iemand die belt jou op en die zegt, je mag in de bed. Nou, ik ben wakker genoeg hoor, dit kost zeker ook geld. Nee hoor, mevrouw, we komen nu ophalen en thuisbrengen. Ik kan me voorstellen dat je daar dan ook nog huiverig voor bent. Dus ben jij aan de beurt, kan het ook best zijn dat er iemand aan jouw deur komt die zich legitimeert van hallo, kijk, dit ben ik. Het is legitiem, we hebben hier de auto te staan en u mag mee om een behandeling te ondergaan. Ze gaan jullie geen e-mail sturen, geen geld vragen en iedereen krijgt zijn eigen beurt. En in mijn visie lijkt het dat dat heel zachtjes in de maatschappij misschien al aan het gebeuren is. In elk geval is in ieder land, niet alleen Nederland, België, Duitsland, ieder land op de wereld zijn de medbeds geïnstalleerd en operational. Die zijn er gewoon al. Hoe weet je dat nou? Nou, omdat ik naast mijn bronnen, mijn lijntje met mijn ziel in het kwantumveld, met de Alliance heb ik een lijntje
Ik krijg mensen op mijn pad die vanuit hun lijntjes ook kunnen doen. En dat betekent niet de lijntjes naar de Alliance toe, maar de lijntjes heel handig gewoon via hele aardse bezigheden. Mensen die gewoon op de werkvloer zien wat er gebeurt. En op welk vlak dan ook. Maakt niet uit waar het is. Kan alle werkvloeren kunnen dat zijn. En dat vertellen ze me in vertrouwen. Dus daar ga ik verder ook niet over uit hoe ik aan die bronnen kom. En waar die bronnen zitten en wat die bronnen zijn. Wat ik jullie kan vertellen is dat heel veel ziekenhuispersoneel militair personeel is. Maar dat zie jij niet. Er is heel veel ziekenhuispersoneel wat uit de running is, omdat ze heel trouw gevolgd hebben wat hun baas hun gevraagd heeft. Of dat ze de druk niet meer aankunnen. Dus er is heel veel personeel wat uit de roulatie is in de verzorging, de verpleging en de hulpdiensten. Kijk, dat is niet. En hulpdiensten bedoel ik niet alleen ambulances, brandweer of politie. Hulpdiensten bedoel ik ook. Ik heb ook als helpende gewerkt. En mijn zus die heeft als beddenvervoerder gewerkt. En wat denk je van de mensen die je eten brengen en die de kamer schoonmaken? Dus je hebt niet alleen verplegend, verzorgend en helpend personeel. Alle personeel helpt mee in een ziekenhuis om jou beter te maken. Dat is van het personeel uit de intentie. Van hogerhand is het een verdienmodule. En als je dus in een ziekenhuis komt en ze zeggen: oh, we gaan even bloed afnemen en we gaan nu even een COVID-testje doen. Dat gaan we dus niet doen. Dat is helemaal niet verplicht, hè? En er is op dit moment een mycoplasma-bacterie-explosie. Dat is helemaal geen COVID. Maar op het moment dat ze jou een COVID-stempeltje geven, heeft het direct zoiets van: ka-ching, jackpot. 40.000 euro. Dat is nog steeds zo. Dus het is heel belangrijk om heel standvastig te zijn. Welke onderzoeken gebeuren er? Waarom? En geef ik daar toestemming voor? Ook al ben je nog zo ziek. Dus de zieke heeft iemand naast zich nodig die daar begeleiding in geeft. En je hoeft niet alles te weigeren. Het is zo mooi als het samen kan gaan. Dus in de ziekenhuizen, dat weet ik ook, zijn afdelingen afgesloten waar alleen militair personeel naar binnen mag met een militair pasje. Dat is toch wel heel raar, hè? Dat is toch wel bijzonder. Heb jij dat ooit meegemaakt? Dus het is heel belangrijk dat je beseft dat alles wat nodig is al in gebruik is. Dat is er al. We hoeven niet zitten te wachten totdat Sky Prince een live feed doet waarbij zij medbedbehandeling krijgt. En wij weten van eerdere berichten dat ze dan ook naar Trump gaat. Eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Die datum doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is dat jullie nu heel actief met de medbed-energie bezig zijn. En wij jullie ook kunnen vertellen wat jullie zelf daarvoor kunnen doen. In Nederland. Want we zijn in het hier en nu van Nederland. Dat is waarom ik Marco Borsato aanhaal aan het begin van het filmpje. Je hoeft niet altijd naar het buitenland te kijken. Kijk wat er in jouw eigen achtertuin is. Het is leuk dat Elena de Naan is. Maar we hebben hier in Nederland ook goede mensen die naast heel mooi inzicht hebben. Kijk naar Ilona, ware kracht. Kijk naar Tannie Koens. Oké, die zit in Frankrijk, maar dat is nog wel Europa. En kijk naar mij. En zo kunnen we nog wel, ook Duitse mensen. Kijk naar dichtbij. Dat zeg ik met het groente, met fruit, met eten, met andere dingen. Kijk dichtbij. Het is zo fijn om veraf te kijken. Alleen wat is het mooi om het dichtbij te vinden. Dan hoef je niet te zoeken over de hele wereld. En dat is eigenlijk wat Paulo Coelho in de Alchemist ook schreef. Ga dat maar eens lezen. Alle ziekenhuizen, Patske. Welke ziekenhuizen? Dit is, jullie willen zo in de detail.
Het doet er niet toe welke ziekenhuizen. Dat doet er niet toe. Jullie willen zo in de detail weten hoe, wat, waar, waarom, wanneer. Word je daar gelukkig van? Als jij die vragen wilt, dan ga je het ziekenhuis bellen. Hebben jullie een medbedafdeling? Dan zegt die mevrouw, we zullen de GGZ even voor u bellen. Dat hoeft niet, want dat is een verdienmodule, zeg je dan. Nou, er komen even mensen aan en dan komen ze je halen met witte jassen. Is dat wat je wilt? Het gaat niet om de detail. Ik moet de tijd in de gaten houden. Ik heb straks nog een coachinggesprek. Dit is mijn opwarmetje. Het gaat niet om de detail. Het gaat niet om welke ziekenhuizen waar op wat moment. Het gaat erom dat jij op een gegeven moment. Want deze smartphone is verbonden met mij. Toen ik die smartphone kocht, iedereen die een abonnement heeft, niet een prepaid, die een abonnement heeft, die heeft daarvoor een identiteitsbewijs moeten inleveren. Toch? Wat staat er op jouw identiteitsbewijs? Heel goed. Jouw BSN-nummer. Dus jouw BSN-nummer is gekoppeld met jouw bloed. Ik heb nog nooit bloed gegeven. Dus ik heb nog nooit bloed laten prikken. Ik ben nog nooit in het ziekenhuis geweest. Dus ze hebben mijn bloed niet. Dus dat is niet gebonden aan een BSN-nummer. Larikoek, zeg ik. Want jouw moeder heeft met de vijfde dag ongeveer toestemming gegeven voor een nieuw prikje. Dus dat bloed met jouw DNA is allang opgeslagen. Is er allang. Dus alles wat met jouw BSN-nummer te maken heeft, dat is gewoon een dossier van. Op gebied van gezondheid, van werk, van alles. Alles. Dus ook jouw banknummer, ook als ik een crypto wallet wil aanschaffen, overal heb je je BSN-nummer voor nodig. Ze weten alles van je. En dan zie ik op Facebook dat ze met de CBDC bezig zijn. Mijn moeder zegt ook, vanmorgen was ik even bij haar. Ja, zegt ze, ik moet eens even kijken hoe het nou met die politiek is. Ik zei, dat doet er niet toe. Ik zei, hou je daar maar mooi verre van. Want ik zei, dat doet er allemaal niet toe. Dat is allemaal ruis. Allemaal ruis. Waar het nu om gaat, is dat jij bedenkt hoe jouw ideale beeld voor de toekomst eruit ziet. Hoe zie jij jouzelf in de toekomst? Gaat het kleuren, gaat het tekenen, gaat het opschrijven? En vergeet om op te schrijven hoe ziek jij bent. Als jij een half been mist, dan hoef jij dat niet te bevestigen, dan is dat gewoon zo. Dus als jouw gehoor slecht is, dan ga je niet zeggen: oh, ik heb eens heel slecht gehoor. Dat zet je op een lijstje. Nee, je gaat op een lijstje zetten: hele goede, goed functionerende oren. Maar is het dan de oorschelp of het hele orgaan? Ja, dat is dus belangrijk. Hele eenvoudige is heel mijn complete lichaam, zodat het optimaal kan functioneren. Laat mijn lichaam maatje 42 hebben. Laat alles in balans zijn. Boven tot beneden. Mijn haarkleur graag mooi, blond, dik, stevig haar. Niet te dik, want anders dan is het met het wassen zo'n ellende. En dat er leuke blauwe lokken in zitten, zodat ik ook. Er is altijd natuurlijke verf gebruikt, dus het is niet allemaal chemisch wat de klok slaat. Nou, wellicht wil ik mijn brilletje wel halen, vind ik het leuk. Ik vind mijn zonnebril veel lelijker, maar dat is mijn mening. Ja, mijn ogen staan ernaar. Hè? Dat zegt mijn man ook. Die heeft heel vaak zijn bril niet op. En dan zegt hij, ja, dan ga je ogen naar staan. Ja, dat is zo. Nou, dus misschien moet je het soms wel in de detail, soms niet in de detail. Vrouwen die zwanger zijn geweest en een voldragen kind hebben. Iedere vrouw die zwanger is geweest, is moeder, hè? Ook al heb je een kindje niet in je hand gekregen, iedere vrouw die conceptie heeft gehad, is moeder. Iedere vrouw die
zwanger is geweest, wel of niet het kindje levend heeft mogen laten opgroeien, die heeft in haar buik heel veel werk verricht. En ook met de vagina. Soms is na een bevalling of een aantal bevallingen is de seks helemaal niet fijn meer, omdat daaronder zoveel gebeurd is. Vergeet dat niet, hè, lieve vrouwen, dat wij ook onze geslachtsorganen, dat die geheeld mogen worden. En dan denk ik aan de vrouwen die besneden zijn, de mannen die besneden zijn, maar zeker de vrouwen waar de clitoris van weggehaald is. Laat dat allemaal hersteld worden. Maar niet alleen met lichamelijk herstel heeft dat te maken, want als je dus die behandelingen hebt doorgaan, dan is het ook belangrijk dat je daarbij gesprekstherapie krijgt. Want je kan het er wel uithalen, alleen dan mag het besef nog komen dat je het ook mag gebruiken. En dat is wat wij nu ook al doen, hè? Met coaching halen we schuld, schaamte, angst voor afwijzing, angst. Al dat soort trauma's halen we eruit. Dat is heel belangrijk dat je nu heel goed bezig bent om je DNA op te schonen. Om datgene, dat werk al te doen, totdat jij aan de beurt bent voor je medbedbehandeling. Dus denk hier ook aan, hè? Al die schade die je ondervonden hebt bij een zwangerschap en een bevalling. Dat is niet zomaar wat. Dus, ach, Mirjam zegt nee, ik wil geen maatje 42, ik heb nu 38. Ja, ik heb maatje 46. En soms 48, want die jas heb je altijd groter. En dat heb ik al jaren, zo hou ik dat ook. En gisteren had ik het met Peter erover. En nou, ik zei, dan wil ik 68 kilo. Nou, hij zei, ik denk niet dat je daar gelukkig van wordt. Hij heeft mij meegemaakt dat ik 62 kilo was. En toen was ik niet gelukkig. En 64 ook niet. 68 begon dat te komen. En toen dacht ik, ja, ik weet het al. 72, 74 kilo. Ik hoef geen slanke in te zijn, want dat zal ik nooit zijn. Dus je postuur, je botstructuur, je moet echt kijken wat bij je past. Als 120 kilo bij je past, dan doe je dat. Dat hoeft niet ongezond te zijn, hè? Ik ken genoeg mensen die zwaarder zijn, die heel gezond zijn. Bewust worden van de pijnstukken en opschonen. Heel goed, Miranda. Heel goed. Dat is belangrijk. Dat maakt niks uit of je nou een zakelijk abonnement hebt of een overal waar jij dus je BSN-nummer. Dus dat maakt niet uit of het zakelijk is. Want als het zakelijk is, dan staat je BTW-nummer en je Kamer van Koophandel-nummer erbij. En dat is weer gelinkt aan je BSN-nummer. Het is allemaal je BSN-nummer. Goed, ik ga nu op de medbedgroep kijken welke vragen er al zijn. En ik haal dus ruis uit de medbedgroep. Ik ga ook even dit er weer uithalen, want ik wil graag dat jullie even, als je iets wilt delen, dat je even een link, want er staat nu ook een link waarvan ik absoluut niet weet wat het is. En om ellende te voorkomen, just a random chat, ik verwijder hem, Annette, ik verwijder hem. Stuur me even naar ons toe, zodat we als beheer even kunnen kijken wat het is. En dan kunnen we hem zelf weer op de groep zetten. Dus ik heb de linken even uitgezet. Oh, dit is een hele goede Brenda. Dieren, er was ook zoveel vragen. Tuurlijk is er een dierenmedbed. Wij zijn ook zoogdieren. Dus waarom zouden onze katten en honden en papegaaien dat niet kunnen? Onze huisdieren. Dus onze huisdieren. Ik las op de Telegram-groep van Sky een adres voor dat je. Ik haal hem ook weg. Alles wat wij weghalen, daar zien wij het nut niet van in. Dus Sky zal niet een lijst met e-mailnummers, e-mailadressen bekendmaken. Want Sky weet ook heel goed, denk erom dat er heel veel spam is, hè? Heel veel mensen die willen profiteren van de bekendheid van Sky Print. Misschien is dat haar echte naam ook wel niet. Ik heb geen idee. Doet er ook niet toe. Wat ik wel weet, is dat er medbeds echt zijn. Ik weet niet of het zo naar buiten komt zoals het nu naar buiten geprojecteerd wordt. Alleen vind ik het te belangrijk. Daarom hebben Harriet en ik die filmpjes ook gemaakt. Wij vinden het gewoon
Het is natuurlijk ook wel iets leuks om naar uit te kijken. Van hé, dat gaat gebeuren. En dat is ook de bedoeling dat jullie de power, de energie krijgen om met jezelf bezig te gaan. Of nou zondag, zaterdag op zondag. Of nou wel die MedBed-behandeling van SkyPrince doorgaat, ja of nee, dat doet er helemaal niet toe. Die MedBed-behandelingen die komen eraan. En jij krijgt op je eigen telefoon, vrij van kosten, krijg jij de beschikking om een afspraak te maken met MedBed. Of je wordt opgehaald, of je maakt een afspraak. Sky heeft geen Facebook, wordt door Mirjam ook gezegd. Dus er kunnen geen berichten via SkyPrince op Facebook worden gezet. Dus dat is nep. Dan weet je dat. Ik heb al een aantal berichten uit de MedBed-groep gehaald die dat vertelden. Bestaat niet. Dan weet je dat Sky zit niet op Facebook. No way. Doet niks met e-mailadressen. Vanuit de militairen wordt jij bericht gedaan via jouw mobiele telefoon of via een andere weg als je geen mobiele telefoon hebt. Als jij aan de beurt bent, krijg jij bericht en het kost niks. Heb je geen vervoer, dan word je er naartoe gebracht. Alles veilig en vertrouwd. Je krijgt vanzelf een beurt. En dan gaat het op de groep ook nog om: ja, wie mag eerst? Ja, ik heb in een intelgroepje zat ik. En helaas is die mevrouw overleden die daar de leiding had. Ze zei: jij gaat eerst. Dat denk ik niet. Voor haar kwam dus een MedBed te laat. Hè? Ze zei: het is de bedoeling dat jullie, en dat is wat Harriet ook bedoelt, dat er een aantal. Ik weet niet of ik eerst ben, misschien ben ik wel laatst hoor. Maar het kan best wel zijn dat je dat niet de allerzwaarste mensen, kinderen die ziek zijn, als eerste mogen. Maar dat er een aantal mensen uitgezocht wordt, dat hoef ik niet te zijn, hè? Dat er een aantal mensen uitgezocht wordt die als eerste gaan, zodat zij. Wat Harriet ook zegt, in hun omgeving vragen krijgen. Hé, wat is er met jou gebeurd? Ben jij op vakantie geweest of zo? Dus als iemand een been mist en die heeft in één keer weer een been, die heeft heel veel uit te leggen. Dus dat kan best wel zijn dat die wat later is. Ja, dat klinkt misschien wel heel oneerlijk. Ik ga er ook niet over, hè? Daar gaan de militairen over. Daar is ook geen discussie over. Dus dat weten wij ook niet. Wat wij wel weten is dat het niet, de kinderen uit de dumps, die zijn al lang behandeld. Al lang. Dat is klaar. Alleen als die klaar zijn, kan het voor het grote publiek opengezet worden. Dus dat is al klaar. We volgen SkyPrince gewoon. We kijken wat daar gebeurt. Het is de bedoeling dat je daar happy van wordt. Happy thoughts. Kijk mijn engelenfilmpje ook even van gisteren. En het is dus de bedoeling dat jij blij wordt. Want als jij blij wordt en je gaat bedenken hoe mooi de wereld kan zijn als die medbeds er zijn, dat is helende factor nummer 1. Je gaat ergens naar een prachtige nieuwe wereld. Zie dat voor je. Ga niet bedenken: oh, ik wil geen oorlog meer. Ik wil niet meer ruzie. Ik wil dit niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik wil zo niet meer. Dat doet er allemaal niet toe. Je gaat naar die wereld toe. Waar we in vrede en harmonie leven. Ja, dat is leuk, Klaske. Dat zeg je wel heel mooi. Maar zo werkt het niet allemaal. Ja, zo werkt het wel. Als we met ons allen die positieve gedachten hebben, kunnen we net als Peter Pan vliegen. Daarom heb ik dat filmpje gisteren ook op de MedBed-groep gedeeld. Ik ga nog eens even kijken. Mijn man gelooft mij niet. Nou. Ga hem niet overtuigen, dan gelooft hij jou maar niet. Rick zegt het ook heel goed. En dan maar niet. Ga voor jezelf. Als jouw directe omgeving jou niet gelooft, dat die zeggen: jij bent gek, dan ga je gewoon voor jezelf jouw plan voor een prachtige wereld schrijven, maken, borduren, breien. Maakt niet uit hoe je het doet, als je het maar doet. En ga dan ook die discussie niet meer aan, want dan krijg je alleen maar wrijving. Je kan het ook niet voor een ander vragen, Hetty. Hij heeft hele gezondheidsproblemen, maar dat is zijn stuk. En vooral mentaal strijdt hij er al lang mee. Dus dat is zijn stuk. Even kijken hoor. Een vraag. Hoe gaat het met dementerende ouderen? Ja, nou, die krijgen de kans.
En op het moment dat jij zegt, goh, want dan zeg je dat tegen de ziel, hè? We hebben hier de mogelijkheid zodat je weer teruggaat naar je oorspronkelijke staat van zijn. Jouw menselijke lichaam kan 30 jaar jonger en vrij van uitdagingen en systeemproblemen. Als dan een dementerende niet op dat bed wil, dat weet een dementerende heel goed, dan wil hij dat niet. Dat is heel simpel. Jij houdt altijd de regie. En voordat iemand op een medbed kan, moet je een bepaalde staat van bewustzijn hebben. Die staat is er pas wanneer je aan jezelf gaat werken. En dat heeft niks te maken of je heel spiritueel bent, met het geloof. Er waren ook nog vragen over. Stel je voor dat je in een geloofssysteem zit, zoals het christelijk geloof, het moslimgeloof, andere geloven, doet er niet toe welke. Maar je gelooft dat er iets is, er is een kristallen lichtbol die alles aanstuurt boven jou. Dat haal je er niet uit. Behalve dat je zegt van, God heeft mij gebeld en die heeft gezegd dat jij een afspraak mag maken met een medbed. God belt jou helemaal niet. Als God mij wil laten weten dat ik op een medbed mag, als dat echt bestaat, want God helpt mij. Hou op. Hou op. Ga mensen niet overtuigen, ook al hou je nog zo ontzettend veel van ze. Ga mensen vrijlaten in hun weg van bewustzijn. Dat is belangrijk. Wij zijn dus al op dat niveau van bewustzijn dat die medbeds al operationeel zijn. Alleen jij en ik hebben ze nog niet meegemaakt. Maar die zijn er al. Is al operationeel. Is al klaar. Op het moment dat jij in een medbed gaat, ga jij ook een nieuwe telefoon krijgen, de Q-phone. En ga jij ook het geld hergewaardeerd krijgen, alleen wel met een restrictie. Dat je niet alles in één keer kan uitgeven. Je moet eigenlijk je leven blijven leiden zoals het is, tot het moment dat de hele wereld op dat niveau zit, dat die welvaart voor iedereen er is en dat ook voor iedereen de helende kracht bekend is, dat iedereen dat aan kan. Dus het zal zacht, liefdevol zijn. Het gaat niet met bombarie. Het hoeft geen 10 dagen van duisternis te zijn. Die tijd hebben we gehad. Een IBS kan een persoonlijk IBS zijn. Hé, wacht even. En het kan inderdaad. Ik geloof, als ik vanuit mijn lijntjes voel en ervaar, dan komt er geen IBS. En als het wel zo is, kunnen jullie me gewoon niet bereiken. Behalve degenen die dichtbij wonen, die kunnen naar me toe fietsen en zeggen, zeg Klaaske, je had fout. Nee, je hebt gelijk, wil je koffie? Wat fijn dat ik het fout had. Nee, wat fijn dat ik. Nou, het is fijn als het IBS daar blijft waar het is. Waarom? Dat geeft veel te veel onrust. Wij willen toch met z'n allen in een harmonieuze wereld bestaan. Nu is die klimaattop in Dubai is afgelopen. Supergoed. Dat was geen klimaattop. Nee, dat was een QFS-top. Wat fijn. Dus, wat belangrijk is, want ik moet zo ophouden, want ik heb zo meteen een coachingsgesprek. Wat belangrijk is, blijf bij jezelf. Ga niet in de ruis. Ga niet in de details. Dat zie je allemaal vanzelf. Ga voor jezelf een mooi beeld maken. Wat voor jou het allerbeste is. Het is geen ego. Dat jij zegt, oh, ik wil echt prachtig. Ik wil veel grotere oren hebben. Vind ik mooi. Dat mag. Nee, ik heb hele mooie oortjes. Heel blij. Herstel van mijn geslachtsorganen na de bevalling. Ja, dat zou ik echt wel heel fijn vinden. Het functioneert allemaal prima. Alleen, ik kan me voorstellen, ik ben gelukkig niet besneden, maar ik kan me voorstellen met vrouwen die besneden zijn, dat die dat geheeld willen hebben. Misschien heb je wel een hele grote buste dat je denkt van wow, de schouders doen zeer. Het is gewoon te groot.
Dat je zegt, nou, ik wil van een E, F, G, H cup naar een C cup. Dat is fijn. Dat mag. Dat je zegt van, nou, ik heb een gebroken been gehad. Het is soms nog wel eens vervelend, want dat is vervelend. Je krijgt, ja, ik weet wel wanneer mijn been vervelend is. Ja, goh. Alleen vind ik het ook heel fijn dat het geheeld is. Dat is ook heel fijn. Dus al dat soort dingen, ga er naartoe. Hoe kan jij jouw lichaam laten ver... En niet voor een ander denken, hè? Als jouw man, jouw partner, jouw kinderen daar niet aan toe zijn, je doet het voor jezelf. Dat is niet egoïstisch. Dat het allerbeste is dat je eerst aan jezelf gaat denken. Want in een vliegtuig ook. Jij zet eerst het mondmasker op, daarna je kinderen. Jij voedt eerst je kinderen, daarna voed jij jezelf. In al onze levens hebben we dat allemaal meegemaakt. Je bent niet egoïstisch als je dat doet. Dat is zo. Dan nog een klein stukje over betaling. Healing moet gratis zijn. Nou, dan hoor ik stukken van 2012. Ik geef coachingsopleiding, ik geef coachingsgesprekken, ik geef trainingen. Ik gaf en geef nog steeds ook heksopleidingen. Dat is gewoon één worden met de natuur en hoe je dat doet. Nou, toen waren er op de groepen op Facebook mensen die verguisden mij. Want ik vroeg daar geld voor. En als hoge priesteres had ik dat gratis te doen. Toen heb ik ook gezegd, dat doe ik ook. Het is helemaal gratis. Het enige wat jij mij hoeft te betalen is de tijd die ik aan jou besteed en ik op dat moment niet in de zorg kan werken. En toevallig is dat hetzelfde bedrag als de hele opleiding. Een timmerman, ja, maar dat is een timmerman of monteur, die krijgt 67,50 per uur. Ja, die doet er wat voor. En die heeft gereedschappen en dit en dat. En. Sommige mensen vinden het heel vervelend dat ik een ambassadeursgroep heb achter een betaalmuur, 4,99 per maand. Daar krijg je wat voor. Elke week een Zoom, behalve als ik ziek ben. We hebben echt een fikse ziekteperiode achter de rug gehad. Nou, dat is heel goed, want het heeft allemaal met transformatie te maken. Dus ik ga vandaag ook nog een ambassadeurs Zoom filmpje maken met de tarotkaart over de MedBed. Nou, dat heb je erin. Je krijgt een gratis masterclass. NLP is gratis. Hoef je maar één maandje lid te zijn, krijg je dat al. Ter waarde van €25 krijg je gewoon gratis. Ben je een maandje lid, €5. Nou, dan zet je na een maand toedeledokie klas. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt, hé, dat is toch wel leuk. En het is maar €5. En wat doe ik dan voor die €5? Nou, daar leef ik ook van. En een gedeelte gaat naar een kinderhospice. Waarvan ik hoop dat die straks ook niet meer. Ik hoop dat dat afgelopen is en dan ga ik gewoon het naar een kinderpretpark doen. Dat is veel leuker. Dus er zijn altijd mensen in mijn groepen die zijn gratis. Er zijn altijd mensen in coaching of in opleiding zijn gratis. En dus doordat er zoveel mensen mij financieel ondersteunen, kan ik ook heel veel mensen gratis ondersteunen. En ik hoef mij niet te verantwoorden, dat weet ik. Ik vertel het jullie alleen even. Als je een healing geeft, is het verstandig dat er energiewisseling is. Of je bakt een taart voor de ander. Als het niet de ander zijn beroep is. Als het de ander zijn beroep is, dan betaal je gewoon minimaal €50 per uur. Dat is die ander waard. Want dat vind jij de ander ook waard, omdat diegene de expertise heeft om jou op energetisch niveau te helpen. Los van het uurtje tijd wat diegene daarvoor doet. Ja, maar als ik in de zorg heb, dan krijg ik maar €15 per uur. Nou, dan vraag je €15 als dat jouw bedrag is. Ik als zelfstandige ben al gebonden aan de Belastingdienst en aan de BTW. En aan, dus van €50 blijft, nou, hopelijk eens een keer €20 over. Ja, kan je dan zeggen, maar dat hoeft ook niet meer de belastingen. Ik wil ook comfortabel leven en niet al die deurwaarders aan mijn deur. Ook een keuze. Het zijn allemaal keuzes, lieve mensen. En jij bent degene die de verantwoordelijkheid neemt in je leven. Jij bent degene die de keuzes maakt.
Dus op de MedBed-groep, en dan rond ik af, dan weet je ook dat ik alle nietszeggende berichten, al hoe lief ook bedoel, goedemorgen, hallo, bedankt voor het binnenkomen, een hartje, een handjes, een weet ik veel, haal ik er allemaal af. En dat is niet omdat ik het heel lelijk vind, ik vind het heel lief. Alleen het is wel heel veel ruis. Heb je iets belangrijks om te delen? Doe het dan naar een van de beheerders. Er staat altijd beheerder bij en dan kan je altijd naar een van de beheerders kan je even zeggen: Goh, ik heb deze link, is het wat voor de groep? Zo zorgen we ervoor dat de groep veilig blijft. We sluiten maar ook, dat kan random zijn, gisteravond was het heel laat. Het kan ook zijn dat ik denk van: Oh, jullie zijn heel onrustig, ik sluit hem nu alvast maar. Of ik zie: Jullie zijn heel onrustig, ik moet even wat vertellen. Dan kan het ook een spraakberichtje zijn. Dus de groep is er voor iedereen. Ik hoop met dit filmpje dat we heel veel antwoorden hebben gegeven. Ik heb dus lijntjes, net als Elena daarna en andere mediums, naar boven toe. Ik kan heel makkelijk berichten ontvangen uit het universum vandaan, van de Alliance. Ik kan van bovenaf kan ik gewoon sommige dingen heel goed duiden en kijken. En daarom weet ik ook dat die details, welk ziekenhuis, dat doet er niet toe. Welke regering krijgen we? Dat doet er niet toe. Het gaat om jou. Dat jij transformeert. Gezond eten, gezond drinken. Oh, ik vind echt Harriet zo geweldig. Hè? Ik kan het niet. Nee, ik kan het echt niet. Ik vind het heerlijk om in te. Ik heb een kerstboom met allemaal drankflesjes. Die zijn er nu bij de karwei. Was zo leuk. Oh my god. Een whisky. Nou, whisky drink ik niet zoveel, maar ik drink graag een wijntje. Vind ik heerlijk. Ja. Geen mens is zonder zonde, hè? En oliebol is ook zo lekker, maar is ook wel vet. Pakjes en zakjes, dat doen we niet aan. Dat laten we achterwege. Ik kan ook niet alles in een biologische winkel kopen. Ten eerste is die hier niet in de buurt. En ten tweede, als ik het bij een boer koop, staat niet biologisch op. Maar het is bij een boer vandaan, dan is het wel heel goed. Dus wees je bewust van wat je eet en drinkt. Overdaad schaadt, wees goed voor je lichaam en wees goed voor je geest. Daarom drink ik wel eens een wijntje en drink ik ook gewoon koffie en thee. Ook zwarte thee vind ik soms ook heel lekker, ook kruidenthee. Dus ik ben ook geen heilig boontje. Ik vind Harriet fantastisch dat ze dat allemaal kan. Zo ver ben ik dus nog niet. Ik ben ook gewoon nog mens. En ik geniet van het leven. Lieverds, ja, ik zorg goed voor mezelf. Daarom sluit ik nu af, want ik heb er om 2 uur een hele leuke coachingsgesprek. Ergens op de wereld komt die mevrouw vandaan. Dus dat is heel leuk. En die moest een paar keer wachten. Want ja, ziek, ziek, ziek. En toen werd Peter ziek. Nou, met Peter gaat het ook weer een stuk beter. Gewoon rustig aandoen. En inderdaad, zei ook iemand tijdens de cursus: Ja, maar je moet ook even kijken waar het vandaan komt. En inderdaad, dat weten we. We hoeven niet alles te delen. Ik wens jullie een hele mooie, fijne dag. Op de MedBed-groep weten jullie nu een beetje de regels. Er is tot nu toe één iemand van de MedBed-groep gegaan, waarvan wij vonden dat de informatie toch niet aansluit bij onze groep. Dat doet hij wel in zijn eigen MedBed-groep en dat is prima. Daarvoor zijn er allemaal verschillende groepen. En dat moet eigenlijk ook niet, hè? In harmonie met elkaar. Oordeel niet. Wees in harmonie. Dag lieve mensen!